Hallo dames en heren, welkom bij een aankondiging dat ik ga streamen straks. Ik ga de nieuwe Donkey Kong Tropical Freeze spelen. Hoe laat? Laten we zeggen tussen 6:30 en 7:00. Dus kom vooral... Wat doe ik? Oh, die moet uit. Television Wii U Gamepad. Wat? Choose your prep. Oh, television. Dus laten we zeggen rond een uur of... Waarom doet het spel aan? Singleplayer, ja. Oké. Dus rond een uur of 6:30, 7:00. Kom vooral lekker kijken. Ik zal de chat straks gelijk opengooien. Dan ben ik sowieso in de chat. En ik ga Donkey Kong Tropical Freeze spelen. En die shit is echt awesome. Maar... Oh, dat geluid! Dat is gewoon de klassieke. Een klassiekertje. Dixie, Diddy... Oké, ik ga nu een klein stukje spelen. Gewoon even fanservice, weet je. En wil je meer van het spel zien, kom dan straks vooral kijken. Ik begin sowieso opnieuw, dus... Hé, daar gaat een leven. Hoor dat geluid. Ik vind het echt cool. Ik vind het nu al cool. Het is nu mijn favoriete Wii U-spel. Wat? Ziet er zeker niet verkeerd uit. Wat? Waarom is die pinguïn bang? Bange poepert. Maar goed, ik wil even een klein stukje laten zien om jullie te laten zien wat voor spel het is. Wat ik dus ga livestreamen. Maar ik denk dat de meeste Donkey Kong serie al zullen kennen. Check die boefjes. Maar ik begin sowieso opnieuw zometeen. Tijdens de stream. Jee, Diddy is blij. En... Oh man. Nou maak je een aap boos. Hoe maak je een aap boos? Zo maak je een aap boos. Ik weet nog wel dat ik Dixie in Donkey Kong Country 3 echt cool vond. Wat ik wel jammer vind, en misschien zelfs een beetje raar, is het feit dat Baby Kong heet hij, denk ik, er niet bij is. Dat is een beetje apart. Ja, er is een update geweest van mijn capture card, waardoor op een of andere manier het nu de kwaliteit niet zo mooi meer is als dat het was. Maar ik vind het er op mijn beeldscherm in ieder geval heel mooi uitzien, dat jullie het even weten. Goed. Dus ja. Oh, vliegtuig. Waar komt dat vliegtuig opeens vandaan? Oké. Okay. Nou, dan sla ik hem dus. Sla ik gewoon een vliegtuig in tweeën. Seems legit. Oké. Moet je niet een partner kiezen? Dat is slaan. Dit is rollen. Oh, wacht even. Ja, oké. Dit is springen. Dit is ook springen. Yes, mijn eerste bananen gepakt. Oh, we gaan gelijk zwemmen. Hey. Kan je daarin? Ja. Oeh, kijk, een stukje. Een puzzelstukje. Dus dat betekent dat we gewoon puzzelstukjes moeten gaan verzamelen. Wat? Je hebt een adembalk? Wat staat er nou steeds een adembalk? Goed. In elk geval, we gaan nu stoppen. Want ik wou het hele eerste level spelen. Maar we zitten al op... klein stukje nog. Klein stukje nog. Om te laten zien dat mensen dit spel echt moeten gaan kijken straks. Luchtbelletjes. Oh man. Hé, hey, wat is dat? Hier, op X. Kan ik hem nog vermoorden? Oh, nice. Even die pakken. Nee, ik kan alles zeggen, maar ik vond Donkey Kong Country Returns op een gegeven moment echt pittig worden, hoor. Dus dat moet ik wel eerlijk zeggen. Oh, nee. Ik wil die nog hebben. Yes. Kan ik hem ook omverrollen? Ja, dat kan ook. Oh, wat? Die kan kapot slaan. Dat is wel cool. Serieus, komt er niks uit? Oh. Oh, oh.
Nou, nou. Oké. Daar komt niks uit. Oh, wacht, dan moet ik ze... Oké. Oh man. Deze man. Kijk, ik zie daar sowieso... Ja, een geheim. Geen puzzelstukje, helaas. Het liefst trouwens wil ik Glenn van Yin wezen voor deze stream uitnodigen. Hij is toch wel de Donkey Kong fan die er... Oh man, ik ben dood. Ik ben dood nu al. In het eerste level. Hoe krijg ik het voor elkaar? Goed, hij... Glenn... Oh, wacht even, misschien zit daar nog wat. Glenn is toch wel de Donkey Kong man. Dus Glenn, als je dit kijkt en je wil meedoen, dan vind ik het hartstikke leuk als je wil meedoen. Wat is dit? Gaat het open? Wat heb ik gedaan? Oh, wacht. Kijk, hé, daar zie je Donkey Kong Country Returns logo. Ik had net die machine aan of zo. Kan ik daar misschien in? Nope. Nou, ik weet niet. Maar goed, dus ga ik hier stoppen? Ik ga hier stoppen, denk ik, ja. Misschien is het verstandig van wel. Oh, en ik heb een leventje erbij. Een leventje, zeg ik je. Ik hoef trouwens nu niet die, dat puzzelstuk als goed niet meer te halen. Niet weer, nee. Dat puzzelstuk, als je ze eenmaal hebt gehaald, dan hou je ze ook. Kongletters daarentegen niet. Dus heb je een kongletter, ga je dood, dan moet je hem opnieuw halen. Die controles die zijn niet zo vloeiend als op de. Hoe heet het versie hoor? Hoe kom ik daar ook weer op? Oh ja. Hier, lang, hier langs. Man, ik moet niet constant rollen. Kijk, als je. Hier zie je, als je terug gaat. Heb je ook een beetje. Daar wil ik op. Kan ik daar ook op vanaf hier misschien? Nope. Moeten we even naar beneden komen. Oh, zo. Kijk. Zo kom je erop. Ga nog even kijken wat daar is. En dan moeten we echt gaan stoppen. Ik vind het zo leuk. Ik wil eigenlijk niet wachten met streamen. Ik wil eigenlijk gelijk gaan streamen. Maar weet je, zo die shit moet je wel aankondigen. Oh, dat gaat vallen, denk ik. Wat valt mij? Hè? Wat zegt hij aan? ZL. Wat, welke is het ook weer? Is deze. Oh, wat is dat? Oh, oh man. What the fuck? Wat deed ik? Oh, wacht, daar is er nog een. Ik zie het. Hé, hey, is er nog een. Wat een vliegende banaan! Man, man, kijk dan! Het wordt een puzzelstukje. Een vliegende banaan had een puzzelstukje. Ik zou nu zeker gaan kijken. Tot straks, mensen. Ik ben alvast in de chat. Ik zie jullie zo.